Kerstmis liggen lang en breed achter ons. Er zitten bienen aan de vaste loven en toch wordt nog gekald over kerststad Valkenburg. Over de evaluatie. Worden voor en worden tegens, wat kan veranderd worden? Vervroegde een aantal bezoekers naar de evaluatieavond hier in de brasserie nog een mening. Dag van Noenen Looster. Gaat je met? Harry Leboel, je hebt ook deelgenomen aan de evaluatie. Je woont midden in het centrum. Met de kerststad Valkenburg, wat heb ze waargenomen, wat ze wil inbrengen in de evaluatie? Ja, wat ik moet inbrengen is dat ze moeten proberen in de kerststad waar ik woon, die dweilerkasten aan de weg altijd open houden. Het gebeurt zeker dat aan of Sluk of ten andere de van de Michiel Vreuger. Entertainment houdt aan het blokkeren de weg, want dat is in principe een wandelweg van de VVV en van andere toeristische routes. En dat wordt dan ooit geblokkeerd. Nou, ik heb een woord ingebracht eigenlijk. Heel positief in ieder geval de kerstmarkt en de kerstparade wat dat betreft. Alleen vrouwen gaat overlasten. Ik woon in het centrum van Valkenburg, het Walramplein natuurlijk. En er zijn heel veel boksen. En die begon ze nu genoeg al op volume. Ja, echt heel hel te brullen eigenlijk. Het wordt in ieder geval enorm hel. Hè. En dat gaat dan 6 weken durk zo. Hè. In het begin is het heel hel, daarna zakt het af. Ja, natuurlijk. Het centrum beperkt zich niet tot de grote straat. Het centrum is Theodor Dorpplein, buiten de poort en Nerum. Nerum is op dit moment een beetje aan de achterkant geraakt. We pakken dat met onze ondernemers op de Nerum heel goed op. Op de Nerum, zou ze niet zeggen, zitten toch 27 ondernemers vanaf de poort tot aan het Parkhotel. En we pakken dat als ondernemersvereniging goed op. Met verlichting, reclame. Ik heb er zelf geen last van. Ik heb zelf geen auto, dus ik heb geen last van parkeren. Ik heb wel met de bussen gezien. Hè. Dat zijn heel veel in het Walramplein. Hè. Heel veel bussen stonden in de file eigenlijk. Ja. Hebben ze nog het positiefs gezien ook in die 6 weken? Ja, in principe eigenlijk alles. Dat wil zeggen, iedereen vult aan dat het de boterham is waar we hier Valkenburg Centrum voor moeten gaan. En iedereen accepteert ook verschillende dingen, omdat het maar 6 weken is. Moet ik ook weer een complimentje aan de gemeente maken. Het wordt een beetje een donker punt achter de Berkelpoort. Nou ja, goed, we hebben het aangegeven en binnen 14 dagen worden er verlichting en dat soort dingetjes. Om die boel een beetje door te trekken, moeten die mensen vanuit het centrum ook de kant op krijgen. Ja, vanmiddag mogen ze de kerstmarkt ook nog uitbreiden. Nou, dat gebeuren daar bij de ruïne, dat stuk daar. Dan mogen vanmiddag ook best een paar kromen komen, joh.